dat we gewoon een YouTube-broertje, broer, hebben. Hij ging onder mijn oksel ruiken. Stinkoksel. Van Nala, namelijk. En ze is kleiner dan 60 centimeter. Oh, ja. Oh die. Ja. Ja, oh, nou doet hij niet scherp. Ja. Ja. Lief. Waarom zit je onder mijn oksel? Ik dacht, er komt een geit aan. Hoi allemaal. Oh nee. Leuk dat jullie kijken naar de nieuwe video van Equitality. Op veler verzoek van jullie hebben wij een special over Bambi en Nala. Want er waren heel veel vragen over het verleden van Bambi en Nala. Ze zijn nog maar 1 jaar oud, maar... Dus er is nog niet heel veel verleden. Nee, maar ze zijn natuurlijk wel ergens geweest hiervoor. En dat gaan we even met jullie delen. En misschien nog wat veelgestelde vragen beantwoorden. Dus, allereerst Nala. Nou, oftewel ja. Naaltje. A.K.A. Nicolette. Naaltje. Van Stald Valley. Ja, want daarover kwamen we iets geinigs te weten. Wat best wel toevallig was. Fun fact. Ik leg eerst even uit waarom je haar Nala hebt genoemd anders. Nala is Nala omdat zij dus haar naam met een N begon. En haar moeder heet Beyoncé. En haar vader heet Lion King. Nou, jullie kennen allemaal Nala van de Lion King, neem ik aan. En anders moeten jullie huiswerk gaan doen. Dus ik vond het wel een grappige naam. Ik vond het wel weer passen. Ook haar kleur. Er zit er niet een hele diepe betekenis achter of zo. Maar ik vond het gewoon wel... Het klopte. Zo. En Nala is wel in Nederland gefokt. Ja. Eigenlijk niet zo heel ver uit de buurt ook zelfs. En toen deden wij wat research over haar verleden. En haar fokachtergrond. Of nou van haar ouders, bla bla bla. En wat kwam er toen te weten, Sanne? Dat we gewoon een YouTube-broertje, broer, hebben van Nala. Namelijk... Diablo. Van La Vitana. Ja, super toevallig. Ze hebben dezelfde vader. En dit is de vader. Dit is Diablo. De connecties zien. Dus dat is wel super toevallig natuurlijk. Ja, zij waren bij ons en toen ineens hadden we het daar zo over. En toen had ik ook uitgelegd waarom ze dus Nala heet. En toen ineens dachten ze... Die vader kennen wij. Ja. En toen gingen we dat googlen. En toen bleek dat inderdaad dezelfde vader te zijn. Dus dat is wel geinig. Daarna is zij verhuisd naar een opvokplekje eigenlijk. En dat is waar wij haar uiteindelijk gekocht hebben. Dus ja. Nala heeft geen raar verleden. Nee. Die heeft gewoon een leuk... huis gehad. Alles en daarna is ze in de opfok gegaan. En nu kwam ze bij ons. En ik heb nog contact gezocht met haar fokker. En die had wat hele schattige babyfoto's. En die zal ik ook even in beeld doen. Eigenlijk was dat het verhaal van Nala wel. Ja, Nala die is een beetje, zeg maar, als je een onverwachte beweging maakt of in het begin moet ze nog een beetje aan je... Yellow. Een beetje aan je wennen en zeg maar naarmate je gewoon of langer in het weiland bent of nu ze hier wat langer staat, komt ze elke keer vanzelf al kijken en wordt ze zelfs een beetje brutaal. Zoals een echte Shetland. Ja, dus dat is wel een goed teken, maar ze is dus wel eerder een beetje op de achtergrond. Dus wat afwachtend ook, hè? Altijd achteraan. Ze wacht altijd achter de rest om te kijken wat we gaan doen. Maar ze is wel super lief. Ja. Echt een schatje. En knap. En ze wordt ineens halve fjord met dat piekhaar. Allemaal. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ja, die manen waren een beetje afgeknapt en die beginnen nu aan te groeien. En nu staan ze echt op. Als je hem van de andere kant bekijkt, als je zeg maar niet haar manenkant, dan lijkt ze gewoon echt zo'n fjord met zo'n graspekje uit haar. En ze heeft een lichte aalstreep. En hoe groot is zij nu ongeveer? Of, ik dacht 75 centimeter of een beetje net spinet zo hoog als ze nu. Wacht even. Maar nog niet zo breed. Nee. En ze gaat natuurlijk nog wel een klein beetje groeien. Ja. Ja, ga je heen, kleine fjord. Wat zei je? Je hebt iets met jouw tandjes, zei kleine Nala. En weet je wat dat is? Kijk. Nee, oh, die grasprietjes. Flame, oeh. Zijkant. Oh. Ja. Oh, die. Ja, ja, oh, nou doet hij niet scherp. Ja. Lief. Waarom zit je onder mijn oksel? Hij ging onder mijn oksel ruiken. Oké, over naar Bambi. Van Bambi is eigenlijk, voordat ze bij de mensen kwam waar we haar van hebben gekocht, daar is eigenlijk niet alles bekend. Even voor de duidelijkheid, de plek waar we Bambi dus vandaan hebben, dat is niet de plek waar ze ook verwaarloosd is geweest. Nee, daar stond ze juist om op te knappen. Ja, die mensen hebben al een heel stuk geholpen. Ja, ze heeft nog een lange weg te gaan. Het is heel leuk om te zien dat ze al veel beter in haar vel zit. Laatst
kwam ze ook, of de laatste paar keren kwam ze ook gewoon vanuit achter. Helemaal aangegaloppeerd, super schattig. Bambi is net zo oud als Nala, ze zijn allebei 1 jaar oud. En Bambi is dus in beslag genomen samen met haar broertjes en haar zusjes. Ja. En toen waren ze, nou volgens mij ergens eind vorig jaar. Volgens mij oktober, zoiets. Ergens in de winter, daarom hebben ze ook die vacht gewoon gelaten voor wat het is. Omdat, ja. omdat ze dat dus nodig had. Ja, je kunt niet midden in de winter zo'n ondervoede pony gaan scheren. En dan zeg je veel plezier buiten. Nou ja, ze was natuurlijk goede vriendinnetjes, dat verhaal kennen jullie zo niet. Kun je even de link in het i'tje checken van de dag dat we haar gingen uitzoeken en ophalen. Ja, Bambi is qua karakter dus wel heel anders dan Nala. Bambi is gek op aandacht. Klein beetje brutaal. Ja. Ze niet snel bar. Ze komt ook gewoon bijna bij je op schoot zitten. Zoals net kwam ze ook als enige even hier lekker tussen. Maar laat ze zich ook niet wegduwen. Nee, gaat gewoon ze blijft rustig gewoon door met wat ze aan het doen is. En ook altijd als Yellow haar probeert weg te jagen, blijft ze altijd gewoon dom staan. Ja, die is niet gauw onder de indruk. Nee. Dus dat is wel echt een mooie eigenschap. Ja, gewoon een soort peanut is het eigenlijk. Ja. Peanut en hero, maar dan meisjes. Tot zover Bambi hebben we dus geschoren. Ja. We hebben haar behandeld tegen beestjes, luisjes, dingetjes wat er over haar vacht kroop. Ze is bij de hoefsmid geweest, dus ze loopt echt een heel stuk beter. Ja. En het hoge gras is ook heel goed voor haar, dat ze dan haar beentjes gewoon optilt en gewoon de hele dag een beetje in beweging is. Ja. Omdat ze een beetje krommig is. Wel. Ze was al ontwarmd, maar ze was nog niet volledig wormvrij na de eerste behandeling. Dus ook dat hebben we natuurlijk onderzocht en opnieuw behandeld. Ja. En nu is ze dus wel wormvrij. Allemaal zijn ze trouwens wormvrij nu. En nu heeft ze een beetje ontstoken oogjes en een snotneus. Dus dat moeten we even in de gaten houden. Ook met de rest. We maken dat elke dag schoon. En hopen dat het minder wordt. Maar ze had al iets, een beetje een ontsteking daar zitten. Ja. Dus eigenlijk ben ik wel blij dat hij naar buiten komt. Maar wel even natuurlijk haar in de gaten houden. Ze heeft tot nu toe ook een vitamineshot gehad voor haar weerstand. Omdat zij natuurlijk iets meer bij te zetten heeft dan de rest. Of bij moet gaan zetten dan de rest. Wij maken binnenkort ook nog even een video over de volledige supplementenondersteuning die ze dus krijgt. En alles wat we doen om haar zo fit mogelijk te houden. En zo snel mogelijk weer gewoon in Shetland vorm te krijgen. En dan kunnen we ook wat tips geven van voor jullie. Stel dat je paard een iets mindere weerstand heeft of je moet er een opbouwen of noem maar op. Dan, En ik heb Bambi laatst grofweg opgemeten en ze is kleiner dan 60 centimeter. Oh. Er waren een aantal mensen die vroegen of Bambi weer herplaatst zou gaan worden of dat we die alleen hadden om op te knappen en dan weg te doen. Maar dat is dus zeer zeker niet de bedoeling. Nee. Bambi blijft lekker hier met Nala. En we hebben ook nog geen plannen voor de toekomst. Mensen vragen dat altijd. Wat ben je van plan? Gaan jullie haar zadelmak maken later? Gaan jullie voor een karretje zetten? Zadelmak maken zeer zeker. Ik denk niet dat een zadel oppast. Ja, zielig. Nee, maar wij hebben geen. Ze zijn gewoon eigenlijk ter decoratie en mochten decoratie, gezelschap. Ja, ze zijn hartstikke leuk en gezellig, maar ik denk. We hebben geen ambities met Shetlanders of komt, zo. Komt tijd. Zijn ze oud genoeg? Ze zijn natuurlijk super jong nog, maar zijn ze oud genoeg? En vinden wij het leuk om wat met ze te gaan doen? Dan met liefde. En zo niet, dan zijn ze gewoon hartstikke leuke grasmaaiers. Ja. En Lisanne verzorgt ze erbij. Dus dat is ook super fijn. Ja. Dat ze ook en gewoon. Nee, ze gaan wel elke dag even wat doen. We doen wel van alles met ze. Maar of we ze echt gaan beleren voor iets, een karretje of zijn addeltje of whatever. Dat zien we dan wel. Bambi in ieder geval sowieso niet. Nee. Die mag gewoon lekker krom zijn. Ja. Maar goed, dat is over 3 jaar een keer aan de orde. En dan gaan we dan wel kijken hoe het leven er dan uitziet. En wat we dan eventueel zouden willen doen. Voor nu was dat het, denk ik. Eventjes een korte, maar krachtige update video over Bambi en Nala. Omdat jullie dat best wel veel hebben gevraagd de laatste tijd. Mochten er nog andere vragen zijn, stel ze in de comments. Dan kunnen we ze daar beantwoorden. En dan willen we jullie nog heel even laten weten dat er binnenkort superveel leuke nieuwe dingen aankomen. We zijn misschien een beetje met de video's de laatste tijd wat laat. En ook niet altijd even spannende onderwerpen. Yellow. Maar dat komt omdat we dus heel druk zijn met dingen achter de schermen die jullie straks allemaal te horen krijgen. Ja. Ja. Wij hebben in ieder geval superveel zin in. En bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren, op het belletje te drukken. En dan zien we jullie in de volgende video. Doei! Doei.